De Alpistar Twin is een motorschoen die onderdeel is van de Oscar-collectie. En de Oscar-collectie is de echte heritage-collectie van Alpistars en roept een beetje de tijden van vroeger terug naar nu. Ik ben Mark van MotorKledingCenter.tv en dit is de review van de Alpistars Twin, beschikbaar op MotorKledingCenter.nl. De Alpistar Twin is een motorschoen die niet speciaal is gemaakt voor een bepaald type motorrijders, maar hij past toch wel het beste bij de custom-rijders, motorscooterrijders of eventueel de tourrijders die met een casual outfit de weg op gaan. Niemand zal zien als je deze schoen draagt dat je zojuist van de motor af bent gestapt, maar hij is toch zeker wel voorzien van alle veiligheidsaspecten die je verwacht van een fatsoenlijke motorschoen. Doordat hij is voorzien van een waterdicht en ademend draaistarmembraan, is deze schoen ook goed te dragen in het voor- en in het naseizoen, maar kun je er ook in de zomer prima mee rijden doordat het waterdichte membraan ook ademend is. Hij is gemaakt van een heel dik en slijtvast leer, super soepel. En het heeft een soort volwassen uiterlijk gekregen, waardoor hij een beetje, waardoor hij eruit ziet alsof hij al jaren meegaat. Maar hij is gewoon nieuw en heeft toch ook echt de allerlaatste veiligheidsfeatures. Naast dat deze schoen is gemaakt van een slijtvast leer, is die ook voorzien van protectoren op de neus. Dus een harde neusprotector, harde enkelprotectors en harde hielprotectors. Deze zorgt ervoor dat mocht je onderuit gaat, dat je zo min mogelijk risico hebt op letsel. En een leuk detail is dat we het logo van de Oscar-collectie hier terugzien op de enkels. En dat geeft de schoen een heel erg speels uiterlijk. De zool is aan de onderkant voorzien van olie- en benzinebestendig materiaal en heeft een strip erin waardoor je wel deze afwikkeling kan doen, maar waardoor je je voet niet kan verdraaien. Zorgt ervoor dat als je onderuit gaat dat je dan ook weer minder kans hebt op het verdraaien van je voet. We zien aan de bovenkant de versteviging voor het schakelen, zorgt ervoor dat je schoen wat langer meegaat en hij is gemakkelijk af te stellen door middel van de veters. Er zijn wat geoliede, een beetje gewakste veters. En als we die een beetje openmaken, zien we dat die aan de binnenkant is afgewerkt. En dat we hier het waterdichte membraan zien. Dus dat wil zeggen dat de schoen ongeveer tot hier waterdicht is. Draag je hem in de zomer met de Kevlar jeans, dan maakt dat natuurlijk niet uit. Maar wil je in de winter rijden, hou er dan rekening mee dat je textiele broek ongeveer tot hier komt. Dan heb je een 100% waterdichte afsluiting. Zoals ik in het begin al zei, is deze schoen voorzien van een waterdicht en ademend draaistarmembraan. En dat wil zeggen dat er geen water door de schoen heen kan, maar dat je vocht en transpiratie, als je wat aan het zweten bent, wel de schoen kan verlaten. En zeker ook door de voering aan de binnenkant. Hij is hier met leer afgewerkt en als we verder de schoen in kijken, zien we een 3D meshliner. Die ervoor zorgt dat je vocht en transpiratie vrij kan bewegen en daardoor ook gemakkelijk en snel de schoen uit kan komen. Pasvorm geen verrassingen, dus het is echt gewoon een normale Europese schoenmaat. Dus je kunt je veilige maat bestellen die je normaal ook altijd hebt. Weet je zeker dat die gelijk goed zit. Wil je op de hoogte blijven van alles wat MotorKledingCenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor de ideale maat motorschoen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van MotorKledingCenter.tv en ik bedank u voor het kijken.